Een soort boermus binnen de bij had van hem de kap op zien plak, zet wordt. Ze liep je Bob mij, maar alles wat hem maar de moeder bart. Ik ben wel blij dat hij er dan weer is. Je miste het toch wel hoor. In het straatbeeld of zeg maar in het dorpsbeeld. Hoort toch wel echt deze molen thuis. Ja, super. Ik kan 's morgens als ik het huis uitkom, is het eerste wat ik zie die molen. En dan was het die kale plek. Dat was heel verdrietig eigenlijk. Maar de peerske dagen is het twaalf dat de moeder volslaan aanbaande uit een paar jongens uit het dorp een fikkie stookt hier naar bij de moeder. De boermus haar voor het bot inspant om de moeder weer op te bouwen. Nou ja, er is met de kraan van alles al in de molen getakeld. Hè. De stenen en de spillen, en die staan er al in. En de kap, die zijn ze nu in de touw aan het hangen. En binnen afzienbare tijd wordt die op de molen getakeld. En daarmee krijgt de molen eigenlijk zijn motor, zijn hart weer terug. Ja, ik vind dat prachtig om te zien dit. Hè. Dit zie je niet alle dagen. Echt niet. Ja, ik vind het wel leuk dat ik het helemaal gezien heb. Ik woon pas 4 jaar in Buren, dus dan groei je er ook wel een beetje in op die manier. Oermwanne komen de vuurken erop en van Simmer moet de moenen alweer draaien. En dat zilt rek, want om moenders geen gebrek. We hebben nu 4 molenaars in opleiding en 4 bestaande molenaars. Nou, met zo'n grote ploeg, dan moet je gewoon echt die molen weer gewoon keihard aan het werk zetten. Hoe kan het dat die ploeg zo grut is? Komt dat ik terug die proa? Nou, dat heeft er wel mee te maken, deels. Daarnaast was er al heel veel belangstelling binnen Buren hoor, voor de molen. Maar nu is het natuurlijk wel heel... Ja, Buren is achter zijn molen gaan staan. En dan merk je dat mensen zeggen van ja, wij zijn nu zo betrokken. Dat willen we blijven, wij willen molenaar worden. Er wordt nog bezocht om de monumentenstatus van de moenen te behouden. Of dat slag het is nog net wis, want de minister is er net positief voor.